Hallo, welkom bij Update Republiek, het maandelijkse programma van het Republikeins Genootschap hier op YouTube, waarin we spreken over de Republiek en de monarchie en ingaan op al jouw vragen over deze onderwerpen. In deze uitzending hebben we het over de populariteit van de koning en proberen we antwoord te geven op de vraag: hoe oud zijn Republikeinen nou eigenlijk helemaal? Heb je zelf een vraag of opmerking? Stuur die dan in via de comments of stuur ons een mailtje naar update@republikeinen.nl. Net als in iedere uitzending schuift aan Bram van Montfoort, campagnemanager van het Republikeins Genootschap, die antwoord heeft op alle vragen. Hallo Bram. Hoi Floris, goedemiddag. Met bijna een jaar op de teller slaat de stemming om in Nederland. Het geduld raakt op. En dat geldt niet in het minst voor onze omgang met de monarchie. Nog maar 47% van de Nederlanders steunt Willem-Alexander. In ieder geval als je de cijfers mag geloven. Bram, waar komt dit precies vandaan? Ja, best wel opvallende cijfers van Ipsos, die een peiling uitvoerde voor Nieuwsuur. Nog maar 47% van de Nederlanders heeft vertrouwen in Willem-Alexander. Als je eerder in 2020 keek, zou dat nog 74% zijn. Een enorme daling dus. Nou, is er ook best wel wat gebeurd, hè? De vakantie naar Griekenland, toen strengere maatregelen voor corona werden afgekondigd. De salarisverhoging van 5%. Opnieuw het nieuws over de uitkering van 1,5 miljoen. Perikelen rond kroondomein het Loo. De jacht van 2 miljoen die werd aangeschaft. Een heleboel dingen, een heleboel schandalen. Waardoor blijkbaar minder mensen vertrouwen hebben in Willem-Alexander. Het is nog niet voor het eerst dat de koninklijke familie negatief in het nieuws komt. Waarom reageren mensen juist nu zo fel? Nou ja, kijk, echt weten doe je dat natuurlijk niet. Maar het is wel een verschil als je gewoon normaal fijn je leven leeft en dan is er ergens in het royalty nieuws iets over belasting die niet betaald wordt of een schandaaltje. Of je moet de hele dag binnen zitten en je ziet het staatshoofd, dat zogenaamd alleen een koning die zou een verbindende functie kunnen hebben, die gaat lekker op vakantie. Dus wat is het nut dan eigenlijk van zo iemand? Wat ik ook heel opvallend vond trouwens, is dat er nu eens een keertje een peiling in december was. Want normaal gesproken krijgen we eigenlijk alleen vlak voor Koningsdag te horen hoeveel mensen vertrouwen in de koning zouden hebben of hoeveel mensen überhaupt voor de monarchie zouden zijn. Als je recentelijk een feestje hebt gevierd, dan ben je nou net in een iets andere stemming over de monarchie. Ja, nou ja, of een feestje gaat vieren. Het grappige is trouwens ook, ik zal hem er even bij pakken, je ziet het in beeld, is dat Ipsos dit nu ook zelf toegeeft. Ze hebben als een soort disclaimer bij een onderzoek gezet van, ja, het zou kunnen dat die jaarlijkse peiling in april, dat de cijfers iets vertekend zijn, omdat mensen vanwege feestelijkheden wat enthousiaster zijn over de monarchie. Dus in dat opzicht is het heel interessant om te zien dat nog maar een minderheid van de Nederlanders vertrouwen heeft in de monarchie. Of niet in de monarchie, maar in Willem-Alexander. Nog maar 60% van de Nederlanders steunt de monarchie, volgens dit onderzoek van Ipsos. En, dit vond ik een heel grappig verschil, nog maar 50% is voor erfopvolging. En ja, als je niet voor erfopvolging bent, maar wel voor monarchie, ja, waar ben je dan eigenlijk voor, vraag ik me af. Hoe kan dat er precies deze twee vragen gesteld worden? Volgens mij komt het op hetzelfde neer. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, het is een beetje gissen soms naar wat de opiniepeilers allemaal doen. We hebben daar ook wel veel kritiek op gehad in het verleden. Zeker rond Koningsdag heb je soms peilingen die meer op een soort royalty quiz lijken van, hè, wat vind je van de baard van de koning? Wat is je favoriete Koningsdag momentje? En daar dan tussendoor zit nog ergens de vraag van, wat voor staatsvorm wil je? Dus in dat opzicht is het misschien wel positief dat er een inhoudelijke vraag bij komt. Hè? Ben je voor erfopvolging? Ben je voor de monarchie? Een vraag die wij denk ik nog wel missen is, ben je voor de monarchie? Ben je voor de republiek? Dan wordt er heel vaak een voorbeeld genoemd van Frankrijk of Amerika. Dat zijn presidentiële republieken. Terwijl republikeinen in Nederland, die zijn veel meer voor een systeem zoals in Duitsland of Zwitserland, waarbij het parlement de baas is. Dus dat is een vraag die wij nog heel graag daartussen zouden willen zien. We hebben ook contact gehad trouwens afgelopen jaar met Ipsos, waarin we ook hebben aangegeven van, goh, zou het geen goed idee zijn om eens een keer een ander peilmoment te doen? Nou, denk ik niet dat deze peiling in december volledig aan ons te danken is. Ik denk dat
Willem-Alexander daar zelf het meeste aan bij heeft gedragen en zijn familie met alle schandalen die er waren. Maar het is wat mij betreft een positieve ontwikkeling. In een krantenartikel van een aantal jaar geleden stond vermeld dat het Republikeins Genootschap eigenlijk maar een clubje boze oude mannen was. De vraag is, klopt dat wel? Uit onderzoek in 2018 blijkt namelijk dat vooral jongeren voor de Republiek zijn en ouderen eigenlijk steeds gematigder worden ten aanzien van de monarchie. Bram, wat zijn we? Zijn we oud of zijn we jong? En zijn we boos? Het is natuurlijk net waar je op focust. De achterban van het Republikeins Genootschap hebben we onderzoek gedaan. Daar zitten veel oudere leden bij, veel oudere volgers in de achterban. Maar als je naar het bredere beeld kijkt van wie zijn nou voor een republiek in Nederland, dan nou ja, best wel jong zijn de mensen eigenlijk. Hè? Ouderen zijn en masse nog voor het Koningshuis en van de jongeren volgens de NOS 2 jaar geleden nog maar 55%. Nou, het zou me niet verbazen als volgens de laatste cijfers nog maar een minderheid voor de monarchie is en een minderheid voor de republiek. Hoe verklaar je dat? Dat vooral jongeren meer op hebben met republiek dan met een monarchie? Nou, de NOS heeft daar ook naar gevraagd van hoe zit dat? Een paar redenen werden gegeven. Eén, monarchie wordt gezien als oudbollig. Koekhappen, naar een koets zwaaien, dat soort dingen. Ja, waarom eigenlijk? Als tweede wordt ook genoemd dat monarchie wel erg duur is. Nou ja, dat klopt. Hè? We hebben de duurste monarchie per hoofd van de bevolking van heel Europa. En als derde, en daar was ik toch wel heel blij mee dat dat argument ook werd genoemd. Het is niet democratisch. Waarom moet jouw zoon of dochter het volgende staatshoofd worden? Waarom gebeurt dat niet op basis van talent? Zie je ook dat die jongeren daar iets mee doen met die republikeinse gevoelens? Ja, deels. Hè. Je hebt natuurlijk wel eens een protest gehad. Dat bordje, ik ben geen onderdaan, dat werd opgehouden. En dat meisje dat toen werd gearresteerd, nou, die was student. Er is wel eens ophef over social media. Zeker als het een onderwerp is dat zelf ook jongeren aanspreekt. Amalia wordt natuurlijk volgend jaar 18 en die krijgt dan 1,5 miljoen euro... per jaar. En studenten die worden gekort op hun studiefinanciering of basisbeurs, ja, die kunnen daar wel boos over worden. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat actief worden voor een republikeinse beweging, zoals het Republikeins Genootschap, dat valt nog heel erg mee of tegen. En daar moeten we misschien ook wel een klein beetje de hand in eigen boezem steken. Wat gaat het Republikeins Genootschap doen om uiteindelijk aantrekkelijker te worden voor jongeren? Kijk, we zijn natuurlijk begonnen als een clubje oudere heren in Amsterdam die met elkaar filosofeerden over de Republiek. Maar dat zijn we al lang niet meer. We zijn een brede beweging voor iedereen die meer wil weten over de monarchie, over de Republiek, waarom dat goed is voor Nederland. Toch merk je wel, dat merk jij waarschijnlijk ook in de media, als je aansluit als iemand van het Republikeins Genootschap, dat die naam Genootschap een beetje dat idee heeft van besloten, geheim. Dus dat past niet, ons imago past niet bij wie we zijn. En om dat te veranderen hebben we 2 experts gevraagd om ons te helpen. Jaap Stronks van bureau Bolster, die ons gaat helpen met een campagneplatform. En ook Boris Thorbecke, de designer. Is dat heel toevallig familie van? Ja, dat is heel toevallig familie van Thorbecke, die onze grondwet schreef, de grote schaatsman. Maar we hebben hem zeker niet op basis van zijn familieafkomst gevraagd. Nee, het is een gemotiveerde republikein en ook iemand die echt wel weet waar hij het over heeft. Hè. Voor allerlei grote merken heeft hij brandcampaigns gedaan en ook voor allerlei goede doelen. Maar die gaat ons helpen met een nieuw imago, met een nieuwe uitstraling. Die veel duidelijker laat zien waar we voor staan en waarschijnlijk ook een jonger publiek zal aanspreken. In de volgende uitzending gaan we het hebben over de verkiezingen. Wie is de grootste republikein in het parlement? Anders gezegd, welke politieke partijen hebben het republikeinisme in hun programma staan? Bram gaat op onderzoek en vertelt je over een maand graag alles. Bram, bedankt zover. Bedankt voor je antwoorden en je harde cijfers. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet je te abonneren op dit kanaal. Mocht je een vraag hebben, laat die achter bij de comments of stuur ons een mailtje naar update@republikeinen.nl.